Goedenavond allemaal, jullie die hier allemaal zijn en ook degenen die kijken via het internet. Ik wil het eigenlijk weer over een heel belangrijk onderwerp hebben, waar ik het de vorige keer ook al over had. Over de belangrijkste persoon in ons leven. Maar voordat ik het daarover over ga hebben, wil ik eerst nog bidden. Heren, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn om uw woord te horen. Heren, wil u bidden of u het wilt zegenen en wilt u ons hart openzetten voor uw woord. En laat uw woord niet ledig wederkeren, maar laat het doen al wat u behaagt. Heren, en ik verbreek ook elk bolwerk van Satan, alles wat ons aanvalt in ons denken. En ook, Heren, de God van de verblindheid, die ook over de mensheid is, die verbreek ik ook in de naam van Jezus, zodat mensen nog uw evangelie kunnen en willen horen. Heren, wees met mij dat ik kan spreken. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik wil gaan naar het evangelie van Johannes. En dat gaat dus over Jezus Christus als de Zoon van God. En het is eigenlijk best wel heel erg belangrijk, want dat is ook de hele strijd. Johannes? Ja, het boek Johannes. Gewoon in zijn algemeenheid neem ik even het boek Johannes. Want het is echt een strijd op leven en dood. Al vanaf het begin van de schepping gaat het hier al over. Want God zegt zelf ook, ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult de hiel vermorzelen. Dus of je bent kind van het licht van God, of je dient de duivel, of je bent van de duisternis. En ik wil weer opnieuw een oproep doen, ook voor de mensen die kijken. Als jullie nog niet je leven aan Jezus hebben gegeven, om daar toch nog een keer weer over na te denken. Omdat het gewoon van eeuwigheid waarde is. Wilt u er straks bij het eeuwig feest zijn? Wilt u straks met Jezus meegaan? Of wil je hier achterblijven? En de ellende meemaken die er is. Want buiten God om is geen leven. Ik wil ook nog even naar Jesaja 53 gaan. Want ook in het Oude Testament wordt al veel geprofeteerd over de knecht des Heren. En ook hoe hij beschreven wordt. Dat staat in Jesaja 53. En dat, hier staat het volgende over hem. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedachten dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat zou verbergen. Maar nochtans heeft hij onze ziekte op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde en een verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. En de straf
die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is onze genezing geworden. En dit is zo'n belangrijk woord, want het is nog steeds een heel krachtig woord voor vandaag. Mensen, als zodra mensen maar pijn voelen of iets ergs denken dat ze hebben, ze lopen er gelijk mee naar een dokter. Maar waarom niet eerst naar de dokter in de hemel? Hij is jouw geneesheer. Ziekte komt niet van God, ziekte komt van de duivel. Ga naar Jezus, want bij Jezus is genezing. Bij hem is de kracht. Loop niet altijd gelijk naar mensen toe, maar ga eerst naar God. Ga eerst naar God. God kan altijd nog zeggen dat je naar een ziekenhuis kan gaan of een dokter. Natuurlijk gebruikt de Heer die mensen ook. Maar soms kan de Heer ook wonderen doen voordat jij nog naar een dokter hoeft te gaan. Ik heb al zo vaak geproclameerd, ook in mijn eigen leven. Voor de ziektes die in de familie zijn. En zodra ik pijn voel, dan straf ik dat direct in de naam van Jezus. En de pijn wijkt. Ook als je geestelijk aangevallen wordt, verbreek het in de naam van Jezus. En ga er echt kracht van uit. Want op de tong zijn leven en dood. Spreek jij onheil uit over je leven, dan overkomt het je ook. En als je bang bent en erin gelooft, dan overkomt het je ook. Nee, je moet er tegen ingaan, ook al gaat het dwars tegen je gevoel in. Nu ga ik naar Johannes toe. En daar zegt ook Jezus, daar geeft Jezus het getuigenis over zichzelf. Jezus zegt, de zoon kan niets doen van zichzelf of hij moet het de vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet ook de zoon, evenzo. Dat is Johannes 5, vers 19. Vader, die oordeelt niemand, maar hij geeft het gehele oordeel aan de Zoon. Opdat allen die de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. En komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Het is ook weer een heel belangrijk woord, want buiten hem is er geen behoudenis. En het is gewoon heel triest. In de wereld zijn zo verschrikkelijk veel godsdienst. Ik wil heus niet discriminerend doen over godsdiensten. Maar Mohammed wordt zien als een profeet en de Bhagwan en de Boeddha, maar zij zijn niet degene die jou kunnen verlossen van het kwade en zij kunnen je ook niets beloven. En één ding is heel erg belangrijk bij alle andere godsdiensten die er zijn. Niemand van al die andere godsdiensten is uit de dood opgestaan dan alleen Jezus Christus. Hij alleen is uit de dood opgestaan. Hij is de enige echte. En Jezus zegt ook in Johannes 7... Jezus weer een getuigenis over zichzelf. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem. Dit woord zei Jezus ook
omdat hij verschrikkelijk veel bestreden werd, ook door de farizeeërs in die tijd. Want zij wouden hem niet geloven dat hij de Zoon van God was en dat hij degene zou zijn die de Messias zou zijn. Mag ik vragen? 7, vers 18. Sorry, ik zal het even... Ik hoop dat de volgende keer zeggen. En verder is het ook zo dat als je... Je kan alleen tot Jezus komen als God het ook in je hart legt. Want anders geloof je hem niet. Dat zegt Jezus ook in, even kijken, in Johannes 8, dacht ik. Ja, in Johannes 8 vers... 45, 46 of 47. Wie uit God is, hoort de woorden van God. En dan zegt hij, dus tegen die schriftgeleerden, daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. Dus het is ook belangrijk dat je uit God bent. En je moet ook echt tot God gaan. En dan ga ik naar Johannes 3, want dat is ook een heel belangrijke tekst, ook de bekende tekst. Dan zegt Jezus daar ook tegen Nicodemus, maar dat zegt hij tegen iedereen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Vers 16. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordeelde, maar opdat de wereld door hem behouden wordt. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Helaas, er zijn vele mensen die willen Jezus niet aannemen. En dan werken ze eigenlijk aan hun eigen ondergang. Want een ieder die het kwaad bedrijft, haat het licht. En gaat niet tot het licht. Opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht. Opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Knoop dat goed in je oren. Heel belangrijk. En ga ik naar Johannes 7. Valt veel over Jezus te zeggen, of wat hij over zichzelf zegt. Jezus heeft het ook eens over het water des levens. Zeggen over dat andere. Dat ben ik nog vergeten. Jezus zegt ook nog: alles
Wat mij de Vader geeft, dat staat in Johannes 6, vers 37. Alles wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het opwekken ten jongste dagen. Want dat is de wil van mijn Vader, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven hebben. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Daarom moet je je leven aan Jezus geven. Want buiten Jezus is geen leven. Johannes 7. Daar zegt Jezus ook, ik ben niet van mijzelf gekomen, maar er is een waarachtige die mij gezonden heeft. En die gij niet kent, maar daar heeft hij het ook over de Farizeeërs. Maar eigenlijk ook over de mensen die hem niet kennen of hem niet willen kennen. Want hij komt van de Vader. En dan doet Jezus een oproep, dat staat in vers 37, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van de geest, die later ook is uitgestort en die dus ook er nu ook is, de Heilige Geest. Als je een band hebt met Jezus, als je een relatie hebt met Jezus, dan zul je stromen van levend water ontvangen. En in Johannes 4 zegt Jezus dat eigenlijk nog een keer. Maar wie gedronken heeft van het gewone water, ja, die krijgt weer dorst. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt een eeuwige leven. Dus de Heer vervult je hart met zijn woorden en zijn woorden van leven en van overvloed. En in Johannes 8, dan heeft Jezus is veel dingen. Of hij zegt, hij heeft het daar ook over dat hij het licht van de wereld is. Daar zegt hij, wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Buiten hem is geen leven, buiten hem is het donker, buiten hem is het benauwd, buiten hem heeft de Satan jou in zijn greep, buiten hem ben je een prooi van Satan. En heel veel mensen geloven misschien ook wel niet dat de duivel bestaat. Nou, daar is de duivel wel blij mee. Hoe meer je er niet in gelooft, hoe beter. Maar dan heeft hij juist jou in de greep. En dan
heeft Jezus het ook nog over de wijnstok. Dat Jezus de wijnstok is en wij ranken. Ook belangrijk. Jezus is de wijnstok en de Vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Ja, soms moet de Heer snoeien in je leven. Dat is niet altijd leuk. Maar dan kom je er vaak ook beter uit. Gij zijt nu rijp om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, zal zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Jezus zegt ook, zonder mij kun je niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen. En de rank zal verdorren. En men zal het verzamelen en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft, dat is ook een belofte die Jezus geeft, en mijn woorden in je blijven, vraag maar wat gij wilt. Natuurlijk wel naar de wil van de Heer. En het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Nou, het is dus ook heel erg belangrijk dat als je Jezus hebt aangenomen, daar waarschuwt Jezus ook steeds weer voor dat je in hem moet blijven. Want je kan zo gauw weer afdwalen of je neemt het weer niet zo nauw. En er zijn gewoon ontzettend veel verleidingen om je heen. Gewoon al in jezelf, in je eigen denken, maar ook wat er allemaal op je afkomt. Of je neemt geen stille tijd meer voor God of je bidt niet meer. En zo ga je heel langzaam, ga je eigenlijk afdwalen en wordt het minder en verflauwt het. Zorg ervoor dat het vuur steeds weer opnieuw aangewakkerd wordt in je hart. Jezus zegt dat ook in Johannes 14, vers 21. Dat doet Jezus eigenlijk ook weer een belofte. Wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Je krijgt echt een band met Jezus, hè, als je echt met hem wandelt. Niet alleen maar van woorden zeggen. En ook niet dat traditionele in de kerk, maar echt een persoonlijke band met Jezus. Jezus zegt ook verder, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Dat is ook ik vind het zelf een hele mooie tekst. Dat God dan echt een persoonlijke band met je heeft. Wauw. Verder roept Jezus ons ook op. Ja, je kan het letterlijk nemen, je kan het ook letterlijk doen, maar het is misschien wel meer figuurlijk bedoeld ook. Dat gaat over de voetenwassing. Dat Jezus, vlak voordat hij gaat lijden en sterven, de voeten gaat wassen van zijn discipelen. Maar dan geeft de Heer ook eigenlijk ook het gebod om... dat wij ook
moeten worden zoals hij, een dienstknecht. Dat we elkaar dienen en elkaar ook de voeten wassen. Is het niet dat we zo de voeten wassen, maar ook ja, geestelijk elkaar de voeten wassen. Elkaar dienen met de liefde. Want dan, dan wordt je hart ook vervuld met blijdschap. Verder zegt Jezus ook nog, het staat ook nog in Johannes 14, dat zegt Jezus ook nog, Jezus zegt heel veel over zichzelf, ik noem dus wat enkele dingen op, dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En dat is ook een woord tegen de vele, vele, vele leugens die in de wereld uitgaan. Over al die theorieën die er zijn en dat je jezelf beter kan worden met yoga en dat soort dingen allemaal. Maar alleen Jezus is de weg. Alleen door hem word je vrij. En Jezus zegt ook dat alleen ook de Zoon jou kan vrijmaken. Hij is degene die jou vrij kan maken van alles. Als je tot hem gaat, als je tot hem bidt, als je je leven geeft aan hem, maakt hij jou vrij. Ook van alle banden en dingen die jou binden en negatieve dingen, maakt de Heer je vrij van. En het is geweldig als de Heer je daaruit verlost. Vooral ook op geestelijk gebied. Nou, en dan tot slot zegt Jezus dan ook nog in Johannes 12. Dat is dus ook echt de belofte die Jezus geeft. Dat staat nee, dat is even een andere tekst, maar dit noem ik even als laatste op. Dat is vlak voordat Jezus zichzelf gaat offeren. Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven. Indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Dus hier wou ik het bij laten. En ik bid en hoop heel vurig dat u nog de tijd kunt nemen om uw leven nog aan Jezus te geven voor het te laat is. Want hij kan nu, op elk moment kan hij terugkomen en dan is het te laat. Het is alleen als een waarschuwing bedoeld. Amen.